Hoi, welkom bij een nieuwe video op Beauty Spots. Ik kijk al maanden, denk ik wel, uit naar deze video. Gisteren heb ik een deel van de eerste levering van de najaarscollectie van Tante Betsy ontvangen. En die ga ik vandaag aan jullie laten zien. Hier achter mij zie je de items al hangen. En ik heb ook al een nieuw jurkje aan, zoals je ziet. Let niet op de rommel achter mij, dat zijn de knuffels van Bente. Die zal ik zo nog even opruimen. Voordat ik begin, wil ik eerst even een hele dikke pluim geven aan de dames van het Tante Betsy team. Die hebben de afgelopen dagen echt enorm, maar dan ook enorm hard gewerkt met de warmte om alles ingepakt te krijgen. Maandag, dat is morgen, dan wordt alles naar de verkooppunten gestuurd. En ik vind dat het wel een pluim waard dat ze zo hard gewerkt hebben. Dus een hele dikke kus voor jullie meiden. Nou, ik ga nu de camera even goed zetten en dan ga ik jullie alle jurkjes laten zien. Nou, ik heb het beeld even verticaal gezet. Dat is straks voor het, als ik alles achter elkaar ga plakken, niet het mooiste, maar zo kunnen jullie wel de jurkjes het beste zien. Even kijken, ik begin met Dress Lemonade Happy Camper in black. Deze draag ik gewoon in mijn eigen maat XL en die valt echt heel mooi op maat, vind ik zelf. Hier zit hij goed. De lengte is mooi en ja, het is natuurlijk een enorm leuk printje. Ik zal even wat dichterbij laten zien. Allemaal caravannetjes, autootjes en dennenboompjes. Deze is er ook nog in het blauw en in het paars met oranje uit mijn hoofd gezegd. Nou, zoals je ziet heeft hij een mooie roze biesje hier en ook langs de mouwen. En het koordje wat erbij zit, dat zit los, dus die kun je ook eventueel weglaten als je wilt, of op een andere manier knopen. Ik vind het zelf altijd wel mooi om hier te knopen. Ja, ik vind dit echt een heel mooi model en ook een ontzettend vrolijke print. Hij heeft driekwart mouwen zoals je ziet. Nu de komende week wordt het echt extreem warm, dus dan is hij wel iets te warm. Maar ja, zodra het een beetje naar de 20, 22 graden gaat, dan kun je deze ook al prima dragen. Even kijken hoor, ik heb ook wat panties even erbij gepakt om te kijken waarmee je de jurkjes kunt combineren. Nou, met groen is deze natuurlijk sowieso heel leuk. En met roze natuurlijk. Oh, panty, je moet niet voor het scherm gaan staan. Met roze is hij natuurlijk ook heel leuk. Maar eigenlijk, ja, ik vind hem zelf dat hij met geel en blauw zelfs ook nog heel goed kan. Dus ja, dit vind ik meteen wel echt een topper. Ga ik het volgende jurkje aantrekken. Zo, dan ben ik weer terug met een nieuw modelletje. Dit is Dress Bonbon Gardenia. De print zie je in verschillende jurkjes terug, deze collectie dit najaar. Maar Dress Bonbon is volgens mij nieuw. Ik vind het een heel mooi modelletje, heel vrouwelijk ook. Ik zal hem even van dichtbij laten zien. Hij heeft een V-hals met een mooi roeseltje hier en een strikje. En dat roeseltje zie je ook aan de mouwen. Moet je ook meekijken, Bente. Ja. Ik heb deze in XL, maar hij zit iets te ruim hier bij mij. Dat dacht ik al toen ik de okselmaat had opgemeten. Die was geloof ik 53 en meestal moet het bij mij rond de 50 zitten. Dus ja, ik vind het wel echt een heel mooi vrouwelijk model. En hij loopt iets uit zoals je ziet. De lengte is ook mooi, maar goed, als ik een maat kleiner ga nemen, dan dus ook kunnen de mensen de lengte van het jurkje niet meer zien. Kom, even opzij. Zo, mag jij zo staan? Hé? Als ik natuurlijk een maat kleiner neem, dan gaat het natuurlijk ook iets van de lengte af. Maar goed, dat zal niet meer als 1 of 2 centimeter zijn. Dus dan valt hij nog steeds keurig. Nou, het printje is heel vrolijk. Deze is er ook in het blauw en in het zwart. En oranje uit mijn hoofd gezegd. Maar dat weet ik even niet precies. Ik heb de kleuren niet helemaal in mijn hoofd zitten. Even aan de achterkant laten zien. Geef ik nog een mooie uit naar achteren toe, zoals je ziet. Ja, en ook deze is weer met veel kleuren te combineren. Ik vind zelf geel altijd wel een mooie combinatie met rood. Maar ook het blauw zit er natuurlijk in. En ja, volgens mij kun je hier ook gewoon alle kleuren weer bij doen. Roze is natuurlijk ook heel mooi. En groen. Wat vind jij, Bente? Nou, ook deze heeft weer een driekwart mouw, zodat je hem ook al snel kunt dragen. Ja, en als het dan straks wat frisser wordt, dan draag je gewoon
leuk roze vestje bij. Ja, ook deze gaat ook zeker blijven. Alleen ja, ik denk dat ik hem even een maatje kleiner kan vragen, zodat hij ja, hier wat mooier valt. Dus dit is Dress Bonbon Gardenia. Daar ben ik weer met de volgende. Dit is Dress Victoria Square Rose. En dat is Bente die nu in beeld staat. Dit is weer een ander bloemenprintje. Ook een heel mooi, ja, een beetje Engels ademend printje vind ik het. Zo kunnen jullie het ook beter zien. Dit is de kleur Black, maar ik vind het zelf eigenlijk meer donkergrijs tonen. Deze heeft ook weer een driekwart mouwtje. Ja, eigenlijk een heel eenvoudig model met hier een V-halsje met gewoon een biesje in dezelfde stof. En verder een, ja, loopt hij mooi uit in een A-lijntje. Ik zal even Bent opzij zetten, dan kunnen jullie het ook zien. Kom Bent even opzij. Zo, goed zo. He? Mag je zo meekijken. Ja, ik zie hij loopt een beetje licht uit, maar niet zo wijd als Dress Bonbon van net. Nou, ook deze valt weer mooi op lengte. Ik heb gisteravond alle jurkjes opgemeten. En het viel mij op dat ze dat de meeste echt wel over een meter vallen. Dus 1 meter 3, 1 meter 4 de rest, de meeste. Dus dat is voor dames met lange benen zoals ik wel heel fijn natuurlijk. Even kijken, nou, deze is er in het zwart, in het roze. Laat ik hem zo in een ander model zien. Hij is ook in het geel met rood of oranje. Dat durf ik even niet te zeggen. En nog een kleur, maar daar kan ik even niet opkomen. Dus deze valt ook weer mooi op maat. Even kijken, dan ga ik even de panties erbij pakken. Ja, omdat dit wat een rustigere combinatie is, zou ik hier dan zelf gewoon of een groene panty of een roze bijpakken, ja, of rood. Zwart kan natuurlijk ook nog, maar zelf hou ik niet zo van zwarte benen. Ik ben meer van de gekleurde benen. Nou, het is natuurlijk ook heel leuk om hier dan bijvoorbeeld een roze vestje bij te dragen. Kleurt, ja, heel mooi. En zo zie je dat zwart ook wel gewoon heel, heel fleurig kan zijn. Dus dit was, ik ga even spieken. Dress Victoria Square Rose. Ook een heel mooi jurkje met een, ja, wel wat rustiger als de kabouters en de campertjes natuurlijk, maar door de mooie rozen vind ik het ook echt wel een jurkje voor mij. Daar ben ik met de volgende Square Rose print. Dit is het Dress Bobby. Dit is volgens mij een nieuw model. Dit is een model met een kraagje. De knoopjes lopen tot hier. Een mooi striklint. En zakjes. Oh nee, één zakje, herstel. Deze heeft lange mouwen en ik moet zeggen dat ik dat meteen wel merk qua temperatuur, maar dat komt ook wel een beetje door het kraagje natuurlijk. En doordat ik al meerdere jurkjes heb gepast. Nou, dit is dus een hele mooie rood-roze print van die Square Rose. Ik vind het echt, echt heel mooi dit. En ja, de kleuren zijn natuurlijk ook ja, echt wel mijn kleuren. Ja, deze valt ook gewoon goed op maat, goed op lengte. Hij sluit mooi overal aan zonder te strak te zitten. Ja, wat kan ik er verder over zeggen? Hij is gewoon mooi. Ik zal hem nog even van dichtbij laten zien. Kijk, zo kunnen jullie de kleuren beter zien. Ja, het is een beetje lastig filmen nu met, met de zon buiten, maar zo krijg je wel het goede beeld erbij. Oh, dan wil hij niet meer blijven staan. Ik had hem beter kunnen laten staan natuurlijk. Zo. Nou, ook hierbij ja, wat enorm leuk is om hier roze panties bij te dragen. Maar groen is natuurlijk ook gewoon heel mooi. Ja, dat vind ik, ik ben wat dat betreft ook echt wel een najaarsmens. Sowieso vind ik de warmte van nu vind ik echt te gek. Maar ik vind het ook gewoon echt enorm leuk om met vestjes en met panties en majo's te combineren. Kijk, want ook qua vestjes kun je rood is hier natuurlijk gewoon heel mooi bij. En roze en groen. Ja, wat dat betreft doet Tante dat gewoon altijd heel goed, dat je lekker kunt combineren. Ik zal meteen ook even bij deze, nu ik het toch al warm heb, de nieuwe hoodie aantrekken. Ik denk dat daarna dan de airco aan moet. Deze heeft
Ja, die kan ik dan beter bij de gardenia print kunnen laten zien. Kijk, in de capuchon heeft hij de gardenia print. En op de mouw een mooie borduursol. Deze ga ik ook even aantrekken. En dan denk ik dat ik even een glaasje water ga drinken. Ik heb deze nu in maat XL. Meestal heb ik van vesten XXL, maar ik denk dat deze gewoon meteen goed is. Ik ga hem ook nog even dicht doen. Ik draag mijn vesten zelf, de hoodie het vaakst als jas in het voor- en najaar of in de zomer als het wat frisser is 's ochtends. Maar je kunt het natuurlijk ook heel leuk als, gewoon als jurkje doen met een panty eronder als je hem dicht draagt. Nou, en deze kan ook weer, dat hadden ze de afgelopen seizoenen volgens mij niet, dat je van onderaf ook kunt openritsen. Zo. En zo staat hij dan. Ja, deze valt goed op maat. Mouwen zijn wat langer, dat vind ik zelf altijd wel fijn. Ja, helemaal toppie. De hoodie is er in de kleuren, volgens mij ook nog in het een beetje wat feller blauw, in het groen en in het roze, dacht ik. De volgende is Dress Mia Pixel Rose. Ik moet eerlijk bekennen, toen ik de Pixel Rose print voor het eerst zag, toen zag ik hem echt als een, van een close-up van de blokjes. Want kijk, als je goed kijkt, dan zijn het allemaal pixel blokjes. Toen ik hem voor het eerst zag, toen had ik er niet zoveel mee. Maar ik vind, ja, als je hem gewoon op het hele jurkje zeg maar, ziet, ja, vind ik hem echt gewoon heel leuk. Dan komt de roos natuurlijk ook beter tot zijn recht. En ja, ik vind de kleuren mooi. Ik vind dit model Mia vind ik heel mooi. Ik weet niet of dit een model is wat nieuw is of wat misschien al eerder geweest is. Maar ik heb hem in ieder geval nog niet eerder gezien. Hij heeft driekwart mouw. Een V-halsje met een kantje erlangs. En dan een kraagje. En ook weer een mooie A-lijn. Dus de stof is wel lekker soepel. Dus die draagt nu ook al heel fijn. Behalve als het boven de 30 graden is dan. Maar goed, dat blijft hopelijk niet altijd. Ja, deze valt ook mooi op maat. En mooi op lengte. Daar ben ik wel heel blij mee dat ze net iets langer vallen. Nou, deze is natuurlijk met heel veel kleuren te combineren. Met groen, roze. Volgens mij kun je hier gewoon alle panties die je in de kast hebt, kun je hier volgens mij bij je aantrekken. Die blauwe is ook leuk, dat haar maakt wat rustiger. Ja, en geel blijft bij mij toch wel favoriet qua panties. En de open geel, dat zie je dit najaar bij tante ook heel veel terugkomen. Dus ik kan mijn hart gaan ophalen. Ja, ik vind deze ook weer heel mooi. Mia Pixel Rose. Nou, het volgende jurkje moet ik even zo laten zien helaas. Want die is, even kijken nog. BB Pixel Rose Gold. Alleen ja, toen ik de maat gisteravond opmat, toen zag ik al dat de okselwijdte iets te krap was voor mij. Dus ja, ik heb het geprobeerd, maar ik durf hem gewoon niet aan te trekken. Want ik ben bang dat dan of de naden springen of dat ik er niet meer uit krijg. Ja, model BB is al langer bekend bij tante. Dus gewoon een vrij basic model met een mooie ronde hals. Mooie A-lijn. En deze heeft ook weer driekwart mouwen. Deze kleur, de kleur gold, die ga je heel veel terugzien bij tante dit najaar. Er komt ook een heel mooie bijpassend vest bij. En dat is natuurlijk enorm gaaf met ook gele panty erbij. Echt een heel mooi jurkje, maar deze ga ik even een maatje groter vragen. Draait die? Ja, hij draait. En dan kom ik meteen bij de set die ik nu aan heb. Dat is Gnome Love, de blouse en de rok in de kleur pink. Deze heb ik allebei in XL, maar ik denk dat ik de blouse een maatje groter mag. Dat heb ik eigenlijk altijd met blouses van Tante Betje. Dat valt XXL eigenlijk. Ik vind hem zelf hier net iets te strak staan. Dat vind ik gewoon, daar voel ik me niet fijn in. Nou, het rokje valt gewoon keurig op maat, goed op lengte. De blouse, dat is het bekende model van Tante. Echt een heel fijn model. En ik vind die blouses ook gewoon heel fijn dragen door de stof natuurlijk. Ja, en het printje is natuurlijk super gaaf. Met kaboutjes, paddenstoelen en hartjes. En hele vrolijke kleurtjes. Een van de leukste printjes vind ik zelf
van deze collectie. Dus ja, deze ga ik even een net een maatje groter proberen. Wat ik nog even bij de blouse wilde vermelden. Ik heb het idee dat ze dit seizoen 1 of 2 knopen extra erbij hebben gezet. Waardoor de ruimte tussen de knopen wat kleiner is geworden. En daardoor heb je dus, ja, zoals je bij mij net zag, zat hij net iets te strak. Maar ging hij niet echt openstaan dat je naar binnen kon kijken. Dus dat vind ik wel een hele fijne, een fijn pluspunt. Dus dat was even als extra vermelding. Nou, dan gaan we nog even verder met de kaboutertjesprint. Die is er in de 3 kleuren, in het roze, in het green en in het blauw. Hier zie je hem in het groen. Dit is Dress Holiday Gnome Love. Deze heb ik ook gewoon in XL. Toen ik hem gisteren eind van de middag even paste, toen had ik het idee dat hij misschien iets te krap was. Maar ja, eigenlijk is hij wel gewoon, sluit hij wel gewoon mooi aan. Ik denk als ik hem een maat groter ga nemen dat hij te groot wordt. En ja, gistermiddag toen ik hem paste, had ik het natuurlijk heel erg warm. Dat speelt ook wel mee. Nou, deze zie je de kaboutertjes en de paddenstoelen nog beter. Dit model is volgens mij nieuw. Het lijkt een beetje op model Lola met de knoopjes hier. Heeft ook een 3/4 mouwtje. Lekker stofje. Dus ja, ik hoop dat de temperaturen gewoon snel richting 20 graden aangaan. Want dan kan ik al het moois gaan dragen. Nou, ook deze valt mooi op de knie zoals je ziet. En ja, ook weer gewoon mooi op maat. Deze had dan, de okselwijdte was bij deze 49. En dat is dan net iets minder dan het gemiddelde van de XL. Het gemiddelde is zeg maar 50. Daardoor zit hij net, ja, ietsje strakker. Maar ik vind dat ik hem gewoon prima kan hebben. Dit wordt denk ik wel een favorietje van mij. Nou, deze kun je natuurlijk heel mooi met groen dragen. Maar ook met blauw bijvoorbeeld. Het blauw van de kaboutertjes is ook heel leuk. En ja, qua vestje zou ik er dan of groen, om het een beetje rustig te houden. Oh, dat mag ik niet meer zeggen van een kennis, want die zei van, jij draagt geen rustige kleding, want alles wat jij draagt is druk. Maar goed, ik vind het zelf wel rustig. Of rood is natuurlijk ook heel mooi erbij. Oh. Ja, dus dit is Dress Holiday Gnome Love. Echte liefde. De laatste van de kabouterprints. Ik zei net dat hij er eens in het roze, groen en blauw was. Dat zei ik niet goed, want dit is Dress Suzu Gnome Love Black. De ondergrond is dus zwart en geen donkerblauw. En dat zie je ook wel duidelijk als je het donkerblauw naast houdt. Maar goed, door de print ja, kan hij eigenlijk net zo goed voor donkerblauw doorgaan. Dit vind ik zelf ook echt een heel gaaf model. En dan ja, vooral door de gekleurde boorden en de bies natuurlijk. Dat maakt hem nog speelser en nog ja, leuker. Ja, ik hoor al regelmatig om me heen van, ja, jeetje, als vrouw van 40 plus ga je toch niet in een kabouterjurkje lopen. Maar ja, goed, ik vind dat het gewoon ontzettend leuk. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik me niet zoveel aantrek van wat men zegt wat je wel of niet kunt dragen als 40 plusser. En ik vind dit gewoon, ja, dit vind ik gewoon echt liefde. Kijk, hierop komen de printjes ook heel mooi uit. En het boordje is natuurlijk super leuk contrasterend. Oh, Bente, moet je even een stukje naar achteren toe? Je moet even opzij. Oh. Nou, de hals is net geen ronde hals volgens mij. Hij loopt iets in een V. En het model zelf heeft een heel lichte A-lijn, loopt ietsje uit. Maar is verder gewoon helemaal recht. Geen zakjes, geen... Ja. Gewoon eenvoudig, maar dat dit jurkje is natuurlijk al mooi genoeg van zichzelf. Dus deze is ook super leuk. Deze stof voelt ietsje anders aan dan de andere jurkjes. Ik heb het idee dat, ja, het is wel gewoon katoen met elastan. 93% katoen en 7% elastan. Maar hij voelt net iets gladder aan, zeg maar. En ja, mede door de lange mouwen is dit wel echt een jurkje wat ik... Ja, pas in het najaar echt ga dragen, omdat ik het gewoon best snel warm heb. Maar goed, dat najaar dat komt er vanzelf een keer aan. En dan hoopt u dat duurt ook weer lang genoeg om deze mooie te kunnen dragen. Nou, wat ik hier dan zelf voor panty bij zou dragen is of de groene of een rode. Ja, rood heb ik hier dan even niet bij de hand qua panty. Maar wel qua vestje natuurlijk. Het is gewoon
Heel mooi. Ja, ook een toppertje uit de kaboutercollectie. Hier is dus het model Suze. Nou, dan komen we weer bij de laatste twee jurkjes. Dit zijn twee jurkjes uit de travel collectie. Die is dit najaar nieuw bij Tante. Dat is een wat collectie met wat rustigere print. En het is ook een andere stof. Hij is gemaakt van, even kijken nog. Polyamide, dat heb ik mijn hoofd gezegd. Oh, dit is dan met polyester en elastaan. Dit is model Dress Anti Chain Black. Met een mooie retro kettingprint. Ik moet de overslag een beetje dicht houden, want die valt te ver open voor mij. En ja, van de zomer heb ik een model Anti ook al gepast. En ja, mijn model is het helaas niet, want hij valt voor mij, ik weet niet wat het is, maar hij komt gewoon niet goed uit in mijn figuur, Maar goed, ik wil hem wel laten zien aan jullie. Deze heb ik in XXL, die is ook wel een maatje te groot, heb ik het idee. Maar goed, dan kunnen jullie toch een beetje zien hoe die valt. Hij heeft 3/4 mouw. En hij valt net iets over de knie, ook iets langer dan de reguliere collectie. En ja, ik moet zeggen, het draagt al erg fijn. Je hoeft deze stof ook niet te strijken. Je kunt hem wassen en meteen dragen. Alleen ja, dit model, daar is het helaas niet voor mij. Maar wel een heel mooi model. Zeker als je niet zo van de kleurtjes en de gekke printjes houdt, dan is deze collectie zeker een aanrader. En zou ik daar zeker eens een kijkje bij nemen. Moet je in de bank, Bente? Moet ik jou helpen? Kom maar. Moet ik jou helpen? Kom maar. Niet. Ja, ook dan niet. Zo, dan ga ik het laatste jurkje pakken. Nou, het laatste jurk wat ik jullie even laten zien is ook uit de travel collectie. Dat is de Zip Dress Navy. Deze heb ik in maat XL. Dat is gewoon een effe donkerblauw jurkje. Ook weer van diezelfde stof met een rits en een mooie polo kraag. En deze heeft dan steekzakken aan de zijkant. Dit model valt voor mijn idee ook wat ruimer. Deze heb ik dan in XL, maar volgens mij zou deze wel in maat L mogen. Hij valt wel net iets korter dan het model dat ik net liet zien. Alleen ja, dit soort jurkjes draag je meestal toch omdat ze ook lange mouwen hebben in de winter met een panty of iets erachter. Zo. Een panty of iets dergelijks eronder. Dus dan vind ik dat mag het ook altijd wel iets korter vallen. Deze valt aan de onderkant wat ruimer zoals je ziet. Ja, en ook deze draagt wel heel fijn. En het is weer eens een keer iets anders. Ja, wat ik al zei, niet iedereen houdt natuurlijk van de drukke printjes, et cetera. Dus dan is dit een hele mooie uitbreiding van het assortiment, vind ik. Dus dit is de Zip Dress Navy. Nou, dat waren dan alle mooie jurkjes van deze eerste levering. Ik hoop dat jullie zo een beeld hebben gekregen van de modellen. Ik ga natuurlijk alle jurkjes nog op de foto zetten de komende tijd. Aparte artikelen overschrijven, maar goed, daarvoor moet het echt wel iets minder warm worden, want ik zie mezelf nog niet in deze jurkjes met 30 graden buiten poseren in de zon. Maar op deze manier hebben jullie toch een leuke indruk gekregen. De jurkjes worden morgen verstuurd naar de verkooppunten, dus daar zijn ze vanaf dinsdag in de loop van de dag verkrijgbaar. Het beste kun je gewoon de Facebookpagina van de verkooppunten in de gaten houden, dan zie je vanzelf wanneer ze binnen zijn. Even denken hoor. Tante Betsy zelf is nu de komende twee weken met vakantie. En als ze dan terugkomt, dan zal het ongeveer medio augustus bij hun zelf op de website komen. Nou, ja, bij Tante heb je natuurlijk alle modellen in alle kleuren. Dus mocht je nog vragen hebben over bepaalde jurkjes, dan laat het me zeker weten. Ik heb gisteren al alle maten opgemeten van de jurkjes. Dus die heb ik al gedeeld op de Facebookpagina, maar kan ik je ook zo geven als je die wilt hebben. En verder hoop ik dat jullie het leuk vonden. Graag tot de volgende keer. Bente, kom je ook nog een dag zeggen? Kom eens. Kom eens. Ja, over de mand heen. Kijk, Bente, kom ook nog een dag zeggen. Zo, Bente heeft het een beetje warm. Nou, tot de volgende keer. Doei.